Het is weer december, dus tijd voor de vuurwerkdiscussie. En misschien nog wel erger dat het het laatste jaar is dat een Nederlander zijn illegale portie vuurwerk in dit plaatsje kan halen. Volgend jaar, volgens de EU-richtlijnen, wordt het vuurwerk minder zwaar in België. Klopt, en hebben we net zulk zwaar vuurwerk als in Nederland als in België. Dan is het dweilen met de kraan open. Als het vuurwerk in België de kop in gaan drukken, dan gaan de mensen het gewoon in Polen en Tsjechië halen, wat veel zwaarder en gevaarlijker is. Dus eigenlijk gaan jullie de pret bederven voor alle Nederlanders die in België nu vuurwerk komen kopen? Mensen mogen pret hebben, maar ja, wij zijn er wel om mensen te houden aan dit mag wel, dit mag niet. En we doen dat uit het oogpunt van veiligheid. Ook voor de mensen die bang zijn voor vuurwerk of die er schade van kunnen krijgen. Knalt het Belgisch vuurwerk nou echt zoveel harder? Het Belgische vuurwerk gaat inderdaad wel een stuk harder als het Nederlandse vuurwerk. Ik heb binnen in de winkel nog een Nederlandse knaller liggen en een Belgische knaller. En dan kun je het verschil maar eens proberen. Dus ik mag nu proberen Belgisch vuurwerk af te steken? Inderdaad. Maar het is een beetje illegaal toch nu? In België niet. Dit is de Nederlandse kanonslag. Dat is 0,5 gram. En dit is de blast, 2 gram. Oké, dus dit is een rotje. Ja. En dit is de terror. Het is eigenlijk een nitraat, bij wijze van spreken. Ik kan het vergelijken met een heel zware nitraat. Als het hier druk is, hè, want heel veel mensen vinden het toch leuk om dat zwaardere vuurwerk te kopen, dat er heel veel transport is in busjes met vuurwerk van de ene naar de andere plek. En je hebt ook internet nog, maar dat weten we ook. En hoe gevaarlijk is dat? Ik krijg een Cobra 6 door je brievenbus. Dat benoemen wij ook. We beginnen met het rotje. Ja, we gaan met het rotje beginnen. Hoe lang gaat die af? Dat valt mee. Ja, deze valt zeker mee. Het is eigenlijk hier moet je voor oppassen. Dus. En nog even. Voor mijn beleving, hoeveel harder gaat deze knal worden? Naar mijn mening toch 10, 12 keer erger. Nou, ik ga even achter de boom. Belgische vuurwerk. Oren dicht. Oh, Jezus! Ja, ik ben er zelf niet van onder. Niet van onder de indruk? Ja, wel van onder de indruk, maar. Nou, een piep in mijn oren, dus. Een piep in je oren? Ja, ik stond er een beetje te dichtbij, dus. Oh shit. Oh, maakt niet uit hoor, ga wel weg hoor. Dus. Nou, ik vond het zelf persoonlijk nog best wel meevallen. Het is 1,5 gram meer, maar het valt best mee. Laten we nog even wat van die rotjes uit de achterbak gaan aansteken, want we hebben nog wat vlinders liggen, toch? Ja, we hebben nog een vlindermat liggen. Die is ook hard. Redelijk hard. Dit zijn 14 knallers tegelijk? Ja, dit zijn 14 knallers tegelijk. Het is één knalmat, de Trekka 1. De meeste mensen hangen ze gewoon vast, we steken ze aan en we laten gewoon knallen. Dus, Illegaal in Nederland ook? Ik denk het wel, dus, want ze gaan sowieso harder als onze blaast. Even hard als de blaast, dus ik denk niet dat het legaal is in Nederland. Ik kom misschien zo wel weg in hoor. Oh, dit was hard. Dit was veel harder. Wow. Mijn hart gaat tekeer. Dus ik zou zeggen, als je deze ophangt, liefst niet bij brandbare spullen. Dat begrijp ik. En waar moeten de vuurwerkfanaten dan naartoe? Ja, die kunnen naar iedere winkel in België en Nederland om de vuurwerk te halen. Nee, want dat wordt dus hartstikke licht. Ja. Nou ja. Kun je een paar sterretjes kopen? Dat kan. Verwacht ook niet dat dat gaat lukken. Volgend jaar zal het een kleiner Mekka zijn. Verwacht ik.